zelf stroom opwekken en zelfvoorzienend zijn, dat is toch een droom van iedereen? Je plaatst je zonnepanelen, je loopt naar binnen, bam, daar leg je energierekening. Het lijkt wel of je de kerncentrale zelf hebt gebouwd. Saldering, het is voorbij. Je moet nu zelfs betalen om je stroom terug te leveren. Het moet niet gekker worden. Maar er is een oplossing. Thuisbatterij. Deze bedrijf, Zender, ik weet niet hoe ze heten, maar zij zeggen dat ze de oplossing hebben. Of toch niet? Ik weet het niet. Ik word in elk geval helemaal gek gemaakt door de overheid. Dat is hem dus, de Zender AB2000S. Hij is zwaar en grijs. En hij belooft dat ik als het feestje in Den Haag straks voorbij is, waar ik alleen de kater aan overhoud, nooit meer 1 cent terugleveren boete hoef te betalen. Klinkt als een droom, toch? Maar ja, ik heb wel vaker gedroomd van gratis stroom. Totdat Rutte en Poetin samen aan mijn zekering kwamen trekken. Einde droom, begin nachtmerrie. Echt heerlijk zo, lekker in de natuur, in het midden bosrijke gebied. Echt geweldig. Af en toe buiten de stad werken is toch wel heerlijk hoor. Of niet Abdo? Ja. Je hebt verschillende standen, hè, zie je. Voilà, let's go. Deze beugel is eigenlijk bedoeld voor een balkonhek, maar als je een beetje creatief denkt, kun je hem in veel situaties gebruiken. Hij is stevig, snel te monteren en soms moet je gewoon even buiten de handleiding denken. Overigens, dit is een tijdelijke opstelling tot ik de juiste ondersteuning binnen heb, maar voor nu werkt dat perfect. En zo doen wij dat als loodgieters. Oplossing eerst, perfectie later. Je kan dus heel makkelijk op elkaar stapelen. Ik heb 1 batterijtje, maar stel voor dat jij meer power, meer energie nodig hebt. Dan kun je gewoon 3 of 4 batterijtjes aankoppelen. En dat gaat echt heel erg simpel. Er zit een verbinding hier en je kan het niet fout doen. Als je dit verkeerd doet, dan heb je het bewust gedaan. Werkt het? Ja, het werkt. Je sluit hem aan, je slaat je stroom op en je gebruikt hem wanneer jij dat wil. Geen teruglevering, geen boete, jouw stroom, jouw regels. Maar even serieus, waarom moet ik dit überhaupt doen? Ik heb geïnvesteerd in zonnepanelen. Ik heb gedaan wat de overheid zei. En nu word ik gestraft omdat ik mijn eigen energie wil gebruiken. Wat hebben die stropdassen me aangedaan? Kijk, vroeger spaarden we met z'n allen spaarzegels. Nu moeten we kilowatturen sparen. En deze batterij moet ons daarbij helpen? Is dit echt de toekomst? Willen we hier met z'n allen naartoe? Trouwens, ik heb hem een naam gegeven. Hij heet Bas. Bas de batterij. Hij doet niet moeilijk. Hij klaagt niet. En in tegenstelling tot mijn energieleverancier geeft hij mij wel stroom terug als ik dat nodig heb. Let op jongens, in het pakket zit een vervelende verrassing. De standaardkabels zijn aan de korte kant, dus bestel direct een verlengkabel mee. De app werkt verrassend goed. Hij is overzichtelijk, snel en biedt veel controle. Je ziet realtime hoeveel je oplaadt, hoeveel je verbruikt en je kunt zelfs instellen wanneer de batterij via netstroom moet opladen. Bijvoorbeeld alleen tijdens daluren. Voor mensen die van duidelijkheid houden of van cijfers is dit echt top. Zelfs als je normaal alleen thermostaatknoppen omdraait, kom je hier wel uit. Het is een thuisbatterij die je een stuk minder afhankelijk maakt van je energieleverancier. Je zou het bijna vergeten. Je kunt deze batterij niet alleen opladen via je zonnepanelen, maar ook gewoon via het stroomnet. Dus stel, 's nachts is de stroom lekker goedkoop, dan laat je hem gewoon op terwijl jij ligt te snurken en overdag gebruik je die opslagstroom lekker zelf. Geen dure piekprijzen, geen gezeik en dat is best slim. De AB2000S batterij kun je gewoon gebruiken samen met de Hyper 2000. En dat werkt eigenlijk verrassend simpel. Je sluit je zonnepanelen aan de Hyper 2000 en die stuurt de opgewekte stroom naar de AB2000 om op te slaan. 'S Avonds of wanneer de zon is weggegaan, gebruikt het systeem die opgeslagen stroom automatisch in je huis en je merkt er helemaal niks van. Het gaat vanzelf, je hoeft niet te schakelen of handmatig iets aan te passen. De Hyper 2000 regelt alles, opladen, ontladen en wanneer welke stroom gebruikt wordt. En dat alles zie je terug in de Zendure app. De AB2000S is geen speeltje. Het is een batterij met 1920 wattuur capaciteit. Gebouwd op semi-solide state technologie, dus veiliger, stabieler en gaat langer mee dan standaard lithium. Je haalt meer dan 6000 laadcycli uit en zelfs daarna heb je nog ruim 80% van je capaciteit over. Zeg maar ongeveer 15 jaar later. Opladen kan via zonnepanelen, via het lichtnet of via de Hyper 2000. En alles regel je eenvoudig via de app met real-time data, schema's en slimme energiesturing.
En jongens, laat me één ding duidelijk zeggen. Ik test wat ik zelf interessant vind, wat ik leuk vind, wat ik waardevol vind. Ik heb geen sponsordeals nodig. Ik ben geen influencer. Ik ben loodgieter met vieze handen. Ik werk met mijn handen en ik zeg wat ik vind, eerlijk zoals het hoort. En als iets goed werkt, dan zeg ik dat ook. Sterker nog, ik denk erover om de setup uit te breiden. Dus Zendure, als je kijkt, stuur nog een paar op. Saldering, het is voorbij! En dat was het jongens. Ik hoop dat je deze video waardevol vindt. Vind hem leuk. Geef een dikke duim omhoog. En ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal. Dan blijf je op de hoogte voor nu. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye.